Hey allemaal, welkom bij de nieuwe verhuisvlog. En dit is de derde verhuisvlog. En in deze vlog krijgen we de sleutel en gaan we dus ook echt beginnen met het klussen in ons nieuwe appartementje. Echt super leuk natuurlijk. Ja, het is wel echt heel erg veel werk en we zijn nog lang niet klaar. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vinden om deze soort van first impression te zien van hoe de before is. En dat jullie het dan geleidelijk zien veranderen in een steeds mooier wordend huisje. Dus ja, laten we maar snel beginnen. Goedemorgen, vandaag krijgen we de sleutels. En dat betekent dus dat we jullie ook wat beter de woning kunnen laten zien. We zijn zelf ook heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. Want toen we de bezichtiging hadden, was het echt ja, gewoon niet zo goed onderhouden en zo. Dus ik hoop dat het meevalt. En we nemen jullie natuurlijk mee. Ja, ja, ja. Even wachten. Bijna. Lekker koffie. Hi, Sarah. Hallo. En? Sleutels. Waar hebben we sleutels? Ja, nu ben ik wel heel blij, maar we vonden wel allebei dat het niet echt heel netjes werd gedaan of zo, de overdracht. Nou ja. Kon beter. Ik zal het niet, maar er gaat bijvoorbeeld ook nu niemand mee. Terwijl, dat vind ik eigenlijk best wel vreemd, want als er dan iets nog helemaal niet in orde is, kun je dat dus niet gelijk aangeven, maar dat is eigenlijk waar we voor sturen. Nee, ik ga even achter je fietsen, er komt een auto aan. Oké, dit is dus de hal. En als je dan deze kant op gaat, dan heb je hier de keuken. Maar die moet nog helemaal geplaatst worden. Dus hier komt dan uiteindelijk de keuken. Hier een klein kamertje. En dit vinden we dus wel heel vervelend. Want ze hebben hier gewoon het behang laten zitten. Terwijl het echt niet netjes eruit ziet. Daar hangt van alles onder. Dat vind ik geen goede opleverstand. Bij de hal hebben ze wel alle muren glad gemaakt gelukkig. Hier hebben we de ene grootste kamer. En dit is helemaal... Dit is echt... Heel naar, want hier had die man een kast staan en die had gewoon voor de helft behangen. En ja, nu moeten we hier dus nog wat mee, want je kan hier niet zomaar schilderen. Dus dat is zo vervelend. En dan hier, dit is de woonkamer. Die ziet er op zich prima uit. Die muur hebben ze gedaan. Maar op deze muur zit structuur en dat is er bijvoorbeeld hier af. Dus als je er overheen schildert, zie je dat weer. Dus dat is eigenlijk ook niet helemaal top. Wij maken dit gewoon los van elkaar. Dit wordt namelijk onze slaapkamer. Wow, het is echt super warm weer geworden. Ik heb me even omgekleed. Ik heb zo'n rok aan, asymmetrisch en t-shirtje. En we gaan weer naar de woning. Want mijn vader wil kijken en de vriend van mijn moeder. En dan gaan we even een soort plan van aanpak bedenken. Van wat we als eerste moeten doen. Wat er allemaal voor geregeld moet worden en zo. Zodat we morgen gewoon kunnen beginnen. Dus ja, dat gaan we doen. En Marco, hoe blij ben jij? Waar ben ik? Zie ik mezelf? Daar. Hoe blij ben jij? Heel blij? Nee, ja, we zijn wel zoiets heel van blij. Wow, het wordt nog wel een projectje, maar we zijn wel natuurlijk heel blij. Marco is keihard bezig. Schatje? Ja. In zijn mooie kleren. Vergeet de werkkleren mee te nemen. Oh, jongen. Waar moet je eens kijken, jongens? Nou, dit zijn nog maar twee lagen. Hierboven staat een nog. Oké, wacht. Marco, laat zien. Oké. Okay. Ja. Hier komt hij, hè? Behanglaag 1, behanglaag 2, behanglaag 3. Ja, die is echt en mooi. En behanglaag 4. Yes. Leuk. Maar gelukkig is dit nog behang wat eraf gaat. Want bij deze muur is dit nog, hoe noem je dit nou? Bouwbehang. Dus dit moet echt met een stoomapparaat eraf. Dat krijg je er niet af zo. Zal jullie nog even een fatsoenlijke tour geven van before. Dit is dus de voordeur, hoe je binnenkomt. Dan hier de hal. Dan hebben we hier kamertje nummer 1. Dit is echt een heel klein kamertje. Dit is dus die kamer waar Marco net in was. Dit is dus kamer 2. Die is nog redelijk groot. Dan hebben we hier de badkamer. Wat is er? Kom eens. Hoeveel behangsoorten hadden we? 4, toch? En toch we 5. Hebben 5. Ja, die. Ja, niet zo. Maar dit is plak. We moeten vaders zakken. En dan is dit de woonkamer. En voor nu is dit nog open naar de slaapkamer. Maar dit gaan wij dicht laten maken. En dan komt onze slaapkamer hier. En daar is dus ook gewoon een deur die weer naar de hal leidt. En het balkon loopt helemaal zo. Dus dat is best wel... Ja, het is niet echt een diep balkon. Maar hij is wel best lang. Zoals je ziet. Dus dat is ook fijn. Dit is hoe nu de keuken eruit ziet. Maar de keuken is nog bijna niet geplaatst eigenlijk.
Alleen dit standaard dingetje staat er, is de oude keuken. Er komt dus een nieuwe in. En hier gaan ze ook nieuwe tegeltjes overheen doen die we nog mogen uitkiezen. Oeh, sexy. Rugspieren are for real, hoor. Hulk. Niet voor onder de 18 dit. Huh? Niet voor onder de 18. Hi, Saartje. Lekker bezig. Ja. Geweest om verf te halen, plafondverf en voor de kozijnen verf en de deuren. En dat was nu in de aanbieding, echt flink in de aanbieding. 30% korting op de kozijnverf en 50% op de plafondverf. Dus echt ideaal, want we hebben nu gewoon wel goede verf. En voor de rest zijn we de hele ochtend bezig geweest met schuren. En dat is echt een stonker wijtje, want dan zie je gewoon, ja, je ziet het helemaal niet mooier worden. Het wordt eigenlijk alleen maar meer een zooi. Maar ja, het moet wel gewoon gebeuren. Maar het is gewoon niet echt super leuk. Dus het is leuker als we straks mogen gaan verven. Maar ja, die plinten en zo, die zijn nog zo schots en scheef. Dus er moet eerst wel aan gebeuren. En we hebben een stomer gehuurd. Die ligt in de achterbank. Een behangstomer. Dus dan kunnen we eindelijk ook die hardnekkige lage behang verwijderen. En morgen komen nog twee vrienden helpen. Dus dat is wel fijn. En we hebben ook kennis gemaakt met onze buren gelijk. Dat moest ook nog even gebeuren. Dus dat is ook fijn. Jongens, het is inmiddels 7:15 en we hebben van 9 tot ongeveer 5 in de woning geklust. En net heb ik me gedoucht, want ik was zo vies. Echt van al het schuren van die kozijnen en zo. Het zat gewoon overal stof en, nou ja, houtzaagsel en zo. En ik was één grote stofpenne, dus ik voel me nu weer helemaal fris en fruitig. En ik heb even een leuk jurkje aangedaan, want vanavond heb ik een verjaardag. Nu ga ik eerst even lekker wat te eten halen en even nog een momentje ontspannen. Ik ga daar pas om 8:30 heen. Het is zondagochtend, 10:00 en we zijn echt allebei best wel moe. We hadden allebei gisteren een feest. Niet heel laat geworden, maar ja, toch wel moe. En nu wachten we eventjes op mijn vader en een vriend van mijn moeder en op een vriend van Marco. Want die komen vandaag helpen met klussen. En vandaag gaan we dus verder met schuurwerk. De deuren moeten nog geschuurd worden. We gaan een plafond schilderen en we gaan misschien een begin maken met de kozijnen schilderen. En het behang gaan we van de muren afstomen in de kamers waar dat erop zit. Dus het ligt er een beetje aan hoe snel het allemaal gaat. Wat een echo hier zo zet. Het is nog zo leeg. Marco die is alvast het stoomapparaat aan het vullen. Mm-hmm. Die is ook nog een beetje moe. Daar staat hij, gisteren gehuurd. En kijk, zoals je ziet hebben we dus deze kozijnen allemaal wel geschuurd. Dus het wordt eerst gewoon lelijker voor het mooi wordt. Maar dan is het een ruw oppervlak en dan hecht de verf er straks beter aan. En zeg maar, er zaten ook overal kloddersverf en zo. En nu is het gewoon een glad oppervlak. Dan moeten we ook nog met alle plinten. Hier hebben we het wel gedaan. Maar bijvoorbeeld hier nog niet. Oh ja, en we kunnen misschien ook alvast deze deur aan de binnenkant gaan schilderen. Want die is nu donkerrood. Je ziet het niet door het tegenlicht, maar het is donkerrood. En die willen wij gewoon wit hebben of nou ja, gebroken wit. Om dit dicht te maken, om hier gewoon de muur dicht te maken, hebben wij toestemming gevraagd. Dus daar moeten we dus nog even op wachten. Want we hebben daarachter ook al twee kamers, maar die zijn allebei een stuk kleiner. En deze is gewoon heel mooi vierkant en dat vinden wij een fijn formaat om ons bed te zetten. En je kan natuurlijk ook wel dicht laten, dat is mijn vader denk ik. En wat het is als deze muur dicht is in plaats van als er deuren in komen, dan kun je er echt kasten tegenaan zetten. Dus dan kun je aan allebei de kanten hier de ruimte veel beter benutten. En deze kant heeft een groter en mooier raam en dat vinden we gewoon echt prettiger om te slapen. En bovendien is de woonkamer eigenlijk al groot zat. 26 vierkante meter. Ik bedoel, we zouden in feite hier ook een eethoek kunnen maken. Maar ik zou niet weten hoe je dit er dan een beetje vol en gezellig uit kan laten zien. Want volgens mij wordt het anders heel leeg.
Dus ja, ik denk dat het gewoon een goede beslissing is. Van dit kamertje gaat Marco waarschijnlijk een man cave maken. Dus dan kan hij lekker gamen en zo. En ik weet eigenlijk niet wat hij allemaal van plan is. En waarschijnlijk ga ik dan in deze kamer een make-up tafel zetten. En dan kan ik hier ook af en toe filmen. En hier kunnen we ook nog gewoon extra kleding of misschien schoenenrekken of zo zetten, dacht ik, Marco. Dat is een goed idee, toch? Ja, en we hebben op zich een hele lange hal, dus we kunnen hier wel gewoon een kapstok ergens maken. Ik moet even kijken wat een handige plek daarvoor is. Niet voor al je jassen? Nee, voor gewoon een aantal jassen. Het is natuurlijk wel zo dat de hal even breed is als de deur. Dus het moet sowieso iets verder in de hal dan hangen. Maar dat is denk ik wel handig. Als je waarschijnlijk al wel ziet, de staat is gewoon niet echt top. Dus er gaat heel veel fixwerk in zitten, zoals je ziet. Dit ziet er niet uit. Hier hadden ze plinten overheen geplakt om een soort scheur te verdoezelen. Nou, er zitten nog allerlei gaten in de muur. Dan moeten we dus proberen met een sponsje dezelfde structuur erin te krijgen. En dan kunnen we er gewoon overheen verven. Dan hoeven we niet eerst alles weer te stukken. Waarschijnlijk gaat dat wel lukken. En je ziet ook hier gewoon dat er bijvoorbeeld stukjes ontbreken en zo. Behang van afgestoomd en daarna hebben we met een schuur doekje hebben we ook nog alle kleine restjes eraf gehaald. Dus deze kamer is nu klaar wat betreft het behang verwijderen. En bij deze kamer zijn we goed op weg, maar dat moet nog eventjes verder morgenavond. En al deze deuren zijn geschuurd. En voor de rest zijn geloof ik ook de meeste kozijnen met ammoniak afgenomen, dus dan kunnen we dat morgen gaan schilderen misschien. En natuurlijk verder met stomen en de deuren schoonmaken. Nou, zoals jullie hebben gezien zijn we dit weekend vooral met het voorwerk bezig geweest. Dus echt heel 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 veel schuren. Super saai. Behang van de muren, stomen. Kozijnen schoonmaken met ammoniak. En we hebben al twee plafonds gedaan. Dus ja, echt nog een beetje het saaie werk. En dan gaat het er eerst slechter uitzien voordat het er mooier uitziet. Maar vanaf nu kunnen we echt met de leuke schilderdingetjes en zo gaan beginnen. En dan denk ik ook dat je het elke keer wel een beetje meer zult zien opknappen. Ja, ik blijf natuurlijk filmen. Ik heb het statief nu ook staan in ons nieuwe appartementje. Dus dan kunnen we daar gewoon af en toe die aanzetten om jullie een beeld te geven van wat we aan het doen zijn. En doe vooral een duimpje omhoog als je deze video leuk vond om te zien. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. En ik denk dat dat waarschijnlijk weer een verhuisvlog wordt. We zijn eigenlijk gewoon van plan om iedere avond na ons werk daarheen te gaan, zowat. En het hele weekend. Want ja, anders redden we het gewoon niet voordat we hier uit moeten. En dat willen we wel gewoon proberen om te doen. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Maar dat betekent wel dat ik snel veel beelden heb. Dus dat ik ook wel vaker dan één keer in de week een nieuwe verhuisvlog kan plaatsen. Dus ja. Nou, in ieder geval weer bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doei doei!